Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van deze week. Ik ga jullie meenemen naar iets wat ik afgelopen dinsdag heb gedaan. En dat was namelijk op bezoek bij Lotta. Lotta die kan namelijk heel goed kunstschaatsen. En zij ging mij laten zien hoe ze dat doet. Ze gaat me ook een beetje leren. En ze gaat me vertellen hoe dat nou werkt als je zelf ook graag zou willen gaan kunstschaatsen. Want ik vind het natuurlijk altijd superleuk om te onderzoeken wat je nou eigenlijk meer allemaal voor sporten kunt doen. Vandaar dat ik op bezoek ga bij Lotta. En of ik zelf echt kan schaatsen, dat zul je vanzelf wel zien. Oké, there we go. We gaan kijken hoe goed zij kan schaatsen. Ja, en ik ga het haar doen. Hoe lang doe je dat al? 9 jaar. 9 jaar. En hoe ben je dat zo begonnen? Maar ik wilde iets gaan doen wat ik echt leuk vond. Want ik was altijd in de sportschool gewoon fitness aan het doen. En dacht ik, ja, nou ja, lekker interessant. En nou ja, toen dacht ik, ik ga kunstschaatsen. Gewoon zomaar random. En ja, ik vond het eigenlijk vanaf het begin af aan helemaal leuk. Heb je ook een dansverleden daarvoor? Of? Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel heel vroeger geturnd. Want je kan ook met je benen helemaal zo naar achter, toch? Ja, maar dat kon ik altijd ook toen. Je bent gewoon lenig, gewoon ja. Van jezelf. Al. Ja, ja. Dus komt ik niet dat door turnen? Nee. Ik ben zeg maar hypermobiel. Dus mijn voeten zijn te ruim eigenlijk. En... Oh, je bent hypermobiel. Ja. En heb je dan geen moeite met kracht in het schaatsen? In het begin wel. Ja. Ik heb ook in het begin, toen ik overging van gewoon recreatief naar wedstrijden, heb ik ook best wel blessures gehad. Daardoor ook. Ja. Maar nu ben ik zo sterk in mijn spieren dat het eigenlijk wel goed gaat. Dat heb je zo getraind. Ja. Ik kan niet schaatsen, dat is één ding wat duidelijk is. Maar voor jullie info, kan je nou eigenlijk gewoon op bijvoorbeeld kunstschaatsles als je dat wilt? Hoe zit dat? Ja, dat kan gewoon. In elke grote stad waar een ijsbaan is, daar is wel een kunstschaatsvereniging. En ze hebben altijd wel ook lessen voor recreanten en echt vanaf beginners af aan. En ik ken ook mensen die zijn pas begonnen toen ze een jaar of 40 waren. Ik ben zelf begonnen toen ik 19 was, dus ook al redelijk oud. Maar het kan allemaal. Dus als ik, ja, ik ben nu 31 en stel ik heb zoiets van, nou ik zou al 1 keer in de week willen gaan schaatsen. Dan kan dat. Ja, dan kan dat gewoon. En dan zit ik niet met allemaal kinderen in een klas. Nee, ze hebben eigenlijk bij elke vereniging ook wel een volwassene groep. Nou, ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind de eerste keer wel heel moeilijk. Want ja, ik kan mezelf nog net aan een beetje vooruit krijgen. Er was een tijd dat ik het gewoon echt vet goed kon, maar die tijd is geweest. Maar misschien als er weer natuurijs komt. Ja, wie weet. Want echt op de grachten schaatsen is natuurlijk wel een dream come true. Dat hebben we vroeger heel veel gedaan en 5 jaar geleden voor het laatst. Ja, ik vind dat ook wel echt heel team hoor. Natuurijs is gewoon lekker in de buitenlucht, een prachtige winter wonderland. Dat is echt, ja, ja, dat is wel echt heel mooi. Dat zag ik vanochtend ook toen ik wakker werd. Ondanks dat het -1 was, zag ik wel de zon opkomen en het ziet er gewoon zo mooi uit. Het heeft wel echt iets te winter. Ja. Dus deze sport kan je natuurlijk niet in de zomer doen. Het kan wel, alleen dan zijn er maar een paar ijsbanen open. En vaak gaan alleen de wat betere schaatsers daarheen. Maar je kan het bijvoorbeeld ook wel afwisselen met dans of met skileren. Ja. Of bijvoorbeeld wielrennen, dat je in de zomer lekker naar buiten gaat op de fiets. Ja, natuurlijk. Maar ja, ik vind zelf de combinatie kunstschaatsen en ballet heel leuk. Dat doe ik zelf dan. En dat bevalt me wel heel goed. Dat is te zien. jij nou ook een leuke aparte sport die jij doet? En vind je het leuk als ik ook jouw sport kon filmen en misschien zelfs kon meedoen of iets anders erover ga vertellen? Laat het dan even weten in de reactie hieronder. En wie weet kom ik ook een keertje bij jou langs. Geef een duimpje of abonneren.